Het is er geleidelijk al gegroeid. De eerste schok kwam toen ik wakker werd de ochtend en ik zat 6 ton in de schuld. Jan Dino bijvoorbeeld, toen Jan Dino begon, joh, Rijmen is laat nog een seizoen. Dan ga je hem ook 6 programma's laten maken. Maar toen hebben ze Jan Dino zijn programma gegeven en de rest is history. Het is ook een politiek gevoelige periode. Als ik op het podium stond in die Koto, ja, kon ik alles zeggen over Bouters en over de regering en noem maar op alles. Want, hey, die man is de gangster rapper met 9 gunshots in zijn fucking body, wat denk je? Hey, I almost shed my pants, man. Ook de enige die Amy Winehouse in Rijmen de Slaat heeft gehad. Niemand heeft anders Amy Winehouse op televisie gehad. Bij het work belde naar Hilversum, zat iedereen te trillen bij de RTL. Want ze wisten, we gaan die man een gas geven. Ja. Op een gegeven moment werd het niet gewaardeerd ofzo. En die mannen zochten dus overal naar een zwarte presentator, een leuke comedian die dat kon doen. Maar in Nederland waren al die jongens, ik moet niet vragen omdat ik zwart ben, maar vandaag omdat ik goed ben. Ja. En ik had zoiets vragen omdat ik geel, groen, scheel, whatever ben. Maar begin me te vragen en dan ga ik je laten zien dat ik goed ben en dan ben ik niet meer weg te denken. Dat was mijn strategie.